De komende maanden plaatste de gemeente Enschede containers voor groente, fruit en etensresten bij de hoogbouw. Niek Bussers, zij is projectleider van de GFE Containers. Welkom. Dankjewel. Ik hoor bijna de verzuchting vanuit de Enschedese hoogbouw. Uh, eindelijk. Ja, ja. Uh, hoezo heeft dit eigenlijk zo lang geduurd nog? Uh, nou, dat komt omdat we ruim twee jaar een test hebben gedraaid op de Westelijke Brink op een drietal locaties. Om ook echt te kijken van hoe gaat het. Uh, wat is de ervaring van de bewoners? Uh, maken ze er veel gebruik van? En aan de hand daarvan ook kijken: van... Hey, is er behoefte om het ook in de rest van de stad uh, uit te gaan zetten? En maakten ze er veel gebruik van? Ja, ja. Ja, bewoners zijn enthousiast, gebruiken hem veel. En, en ze hebben natuurlijk het voordeel, want eerder ging alles alleen bij het restafval. Nu kunnen ze uh, een deel GFE, groente, fruit en etensresten, kunnen ze scheiden. Dus je hebt een betere afvalscheiding, dus een beter resultaat op je afvalscheiden. Uh, en voor dat stukje GFE wat ze scheiden, hoeven ze ook niet te betalen. Je ja. betaalde afvalstroom. Ja, nou, ik, ik heb dat wel eens vaker hier uh, ook genoemd. Ik woon zelf ook in een appartement. Ja. Um, en een van de dingen waarom ik op een gegeven moment mijn, mijn, toch mijn restafval wegbreng, is het GFE-afval. Omdat het, dat gaat simpelweg gewoon op een gegeven moment stinken. Dan ja. hoeft die afvalzak nog niet eens vol te zijn. Ja, is dat een van de dingen die je ook veel terug hebt gehoord? Uh, ja, ook. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, bewoners vinden het prettig dat ze, dat ze het op die manier kunnen scheiden... en ook sneller hun, uh, hun GV-afval weg kunnen brengen. Hoe moet ik het straks voor me gaan zien? Gaan we echt op meerdere plekken in de stad uh, containers zien oprijzen voor dit soort... Uh, waar gaan die bijvoorbeeld staan? Nou, als je, als je uh, goed hebt gekeken, of misschien <laughs> dat je opgevallen is... op dit moment hebben we overal al bij... Uh, die vlaggetjes? Uh, nee, we hebben borden geplaatst, borden? inderdaad. Um, en er zijn ruim 350 locaties in de stad. Dus alle uh, hoogbouwcomplexen waar inwoners van hoogbouw met hun milieupas gebruik kunnen maken van de, de GFE container. Ja, ja. De, 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 ik vroeg me nog af, het, het is dan een GFE container? Krijgen dan de laagbouwbewoners ook uh, een t container of zo? Wat mag er allemaal in die containers? Mag, mag er ook tuinafval in? Uh, nou ja, in principe geldt voor hoogbouw GFE, want die hebben ja, geen geen, tuin. of weinig uh, ja. tuinafval. Uh, dus daarom hebben we het ook GFE, dus groente, fruit en etensresten genoemd. Voor de laagbouwbewoners, ja, die zamelen in met, uh, die kunnen een afval scheiden met mini-containers. Dus daar blijft het gewoon ongewijzigd. Dan heb je je groente, fruit en tuinafval en ja. etensresten. Ja, precies, ja. Ja. Uh, de, de hoogbouwbewoners krijgen daarvoor ook een soort van handreiking in de vorm van een klein groen emmertje, toch? Uh, bijna ja we we gaan uh, alle bewoners gaan we persoonlijk informeren en die krijgen een uh, ja zogenaamd biobakje verstrekt mm -hmm. dus een klein trommeltje wat je op het aardig kan zetten of onder je keukenkastje uh, waarmee je dus zelf je je, je kan uh, kan wegbrengen hoeveel van die van die van die uh, GFE containers komen er in de hele stad ruim 350. ruim 350? Ja. ik um... Ik weet natuurlijk dat er nogal wat of na, nou, namelijk dat nogal wat angst leeft op het gebied van eventuele uh, stankoverlast die dit met zich mee zou kunnen brengen. Ja. Uh, is dat een uitdaging waar jullie mee te maken hebben gehad? Uh, dan ja en nee. Wat ik al zei, we hebben ze natuurlijk ruim uh, twee jaar getest. Uh, daar hebben we eigenlijk geen klachten gehad van de bewoners over uh, stankoverlast. En dan is het zo dat we ze wekelijks ledigen. Ja, met een wekelijkse lediging, uh, um, dat zou voldoende moeten zijn om te zorgen dat die. Ja, dat, dat mensen geen last krijgen van stankoverlast. Hij, komt, hij wordt, raakt in ieder geval niet overvol, zeg maar. Dat is het idee. Ja. Ja. Maar wat je ook nog wel in ziet... is dat er bijvoorbeeld een storing komt bij zo'n ondergrondse container. Ja. Waardoor mensen, ja, je ziet het toch in de stad... Hè, hun zak naast een container gaan zetten of wat dan ook. Ja. Is dat een... een... Mogelijk scenario met groente, fruit en tuin eten uh, afval. dat ja, dat op het moment dat een container niet werkt zou dat kunnen, dan heb je altijd nog het alternatief om het alsnog bij het uh, restafval in te doen, omdat we de GFE-containers naast de restafvalcontainers mm. plaatsen, uh, maar we gaan er natuurlijk niet vanuit dat er een storing optreedt. Nee, dat snap ik. Maar goed, het zou zomaar eens kunnen. Uh, ja. In hoeverre gaan jullie dat dan straks zeg maar? Uh, ja, extra, wordt er extra gemonitord of wat dan ook? Uh, die eerste tijd ja. Ja, er dus zal sowieso de eerste boxen gaan we op de wijk Wesselen daar staan ze nu al. Gaan we vervangen door de nieuwe versie. Om ook al in, uh, in de maand december te kunnen testen en in de gaten te houden van hey, gaat dat goed? De, de bestandsuitwisseling. Uh, iemand houdt de milieupas ervoor. Werkt die ook naar behoren? Uh, dus dat wordt uitgebreid getest. ja Wat betekent het nou eigenlijk uh, financieel gezien voor zo'n eindgebruiker? Um, hoe doe je dat? Nou, de, uh, wat, wat levert het uh, financieel gezien op dat je nu kunt uh, dat je nu apart een echt een, een, een container voor GFE hebt? Zeg maar? um, nou ja, wat ik al zei, voor dat deel hoeven mensen dus geen afvalstoffenheffing te betalen. En als je er gaat dat er nu nog zo'n 35 kilo uh, uh, GFE of GFT afval bij het restafval gaat, ja, is dat toch een, een manier om uh, ja, daar iets op te besparen. Ja, precies. En om dat concreet in euro's uit te drukken vind ik even lastig op dit moment. Ja. Als het, oh, dat groene afval eenmaal is uh, ingezameld, dan uh, gaat het ergens naartoe. Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk mee, weet je dat? Ja, dat gaat naar onze verwerker Twins En die maken daar uh, compost of biogas van. Want die krijgen nu te maken met een hele extra lading groen waarschijnlijk. Want, het, want de, het, de hoogbouwbewoners het gaan scheiden. Ja, als het goed is wel. Daar hopen we wel op. Kunnen ze dat wel aan? <laughs> Daar ga ik wel vanuit. <laughs> ja. Dus die zullen ja. er wel blij mee zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja, ja. Um, nou ja, tot slot dan, uh, wanneer gaat het ongeveer plaatsvinden dat we die containers gaan zien verrijzen? Uh, nou, op dit moment uh, ligt de zienswijze procedure die, die loopt, zeg maar, dat mensen uh, ook nog bezwaar kunnen maken op locaties en dergelijke. Um, dan moet het college straks een akkoord geven op alle locaties en op het, op het plan zoals het te ligt. Als het akkoord is, dan gaan we vanaf half oktober gaan we beginnen met plaatsen. Half oktober, en dan ja. gaan we ze zien verrijzen. Dan ja. kunnen dus onze bananenschilletjes als hoogbouwbewoners. Per 1 januari kunnen ze gebruiken. Per 1 januari ja. kunnen ze gaan ja. gebruiken. dank je dankjewel.